We vinden het belangrijk dat voor iedereen onderwijs mogelijk is. En bij onze opleiding International Social Work voert daar sowieso al Engels. En er zijn studenten uit eigenlijk alle landen in de wereld. Nou ja, nee, 40 landen in de wereld. Nou ja, daarom dachten we, er was de vraag vanuit het COA, is het mogelijk dat er mensen deelnemen aan lessen? En dat is voor ons eigenlijk heel makkelijk in te voegen. Past heel goed bij de bestaande lessen. Voor de vluchtelingen is het vooral fijn om wat afleiding te hebben. Zeker als ze daarmee ook nog iets leren. Because I wanted to do something else with my free time, and I want to use to bring my skill to develop my skill. In United States, there are so many people try to help us like these programs as a social work programs. We want to learn that how can we join them? How can we learn more things about them? Ze hebben dus, zoals ik zei, 7 lessen gevolgd in verschillende. Sommigen hebben writing skills gevolgd, presentation skills, conversation skills of een van de creatieve vakken. Ik denk juist dat het heel erg leuk is voor zowel onze studenten als voor de vluchtelingen om gewoon in het gewone lesprogramma deel te nemen. De lessen zijn een initiatief vanuit het COA. Zij vinden het sowieso fijn om de nodige activiteiten te organiseren voor bewoners van de noodopvang. Zeker als dat ook bijdraagt aan hun toekomst. Nou, wij vinden het eigenlijk heel belangrijk dat bewoners vanaf de eerste dag al beginnen met reïntegratie of integratie in de Nederlandse maatschappij. En ja, hoe mooi is het als dat ook kan wat betreft scholing. En vooral ook de hand, ik was gelijk, we hebben ze vorig jaar december al benaderd van hey, komt ook een nieuwe locatie in Nijmegen, kunnen jullie ons helpen met dingen opzetten qua scholing of activiteiten. En er werd gelijk vol met enthousiasme gereageerd en het is zo mooi om te zien dat onze bewoners nu ook echt het schoolsysteem in Nederland kunnen ontdekken en actief bezig zijn in de maatschappij.